Oké, was het idee? Is dat jij gaat nu MC'en? Ja. Wat ga je doen? Yo, David Tell, laat je horen! Yes, goed dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van de Beunhazen. Je mag vandaag weer opnieuw gaan proberen. Ja, dit keer gaat het me lukken hoor, ik ga van jou winnen. We zijn in Deventer en we gaan naar Tantili. En Tantili is een fair fashion bedrijf. Fair fashion? Als fair in fashion. De fashion is fair te zoeken? Nee, de fashion is eerlijk geproduceerd. Ah, je klinkt enthousiast. Ja. Maar goed, ze hebben het in de pandemie wel heel goed gedaan. Hè? Hun review score is zelfs omhoog gegaan. Vijf sterretjes op je beeldscherm. En daarom gaan wij de Golden Pin Award uitreiken namens Google. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat voor reviews ze dan hebben gehad. Helemaal blij met al mijn jurkjes, leggings en vestjes van Tantili. Ze heeft een hele verzameling en haar laatste aankoop was de Rwanda Retro Print. Daar ben ik benieuwd naar, de Rwanda Retro Print. Fantastisch. Nou, ik zou zeggen, laten we even kijken nemen. Helemaal goed. Ja. De kleurrijke kleding van Tantili wordt geproduceerd in India, Thailand, Indonesië en Turkije. Eigenaresse Chantal is met smart op ons aan het wachten. Oh ja, Tantili-shop. Ze hebben ook echt alleen maar jurken. Ja, het is alleen maar hele kleurige vrouwenkleding. Nou, dat is precies jouw winkel. Hallo. Hallo. Goedemiddag. Hi. Niels. Chantal. Hoi, Joost. Hi, aangenaam. Wat een ongelooflijk kleurrijke winkel hebben jullie hier. We kunnen jullie ook al wat kleur gebruiken vandaag. Ja, wij zijn redelijk zwart, hè? Klopt, redelijk basic. Ja. Maar alles wordt hier handgemaakt? Ja, alles is uit eigen atelier en alles is ook op een goede manier gemaakt. Zullen we even een kijkje nemen door de winkel? Ja. Dan, leuk. Ligt er mij of kraakt de vloer heel erg? Het is een lekkere oude vloer. Alles is met kleur en print, dat is wel een beetje kenmerkend. En heel veel artikelen zijn ook dubbelzijdig. Dus dat is ook wel leuk. Je kan het ook binnenstebuiten dragen. Ja. Dat doe ik altijd met mijn onderbroeken. Moet je ze niet elke dag te wassen, weet je. Net als ik met mijn onderbroeken denkt Chantal ook aan het milieu. Want ze verspilt precies niks. Elke keer als we leuke jurkjes maken, dan houden we allemaal kleine stukjes over. En hebben dus gevraagd of ze met onze reststofjes allemaal leuke boekjes willen maken. Krijg je als cadeau krijg je een bijpassend boekje bij je kledingstuk. Hey, en DJ Lafuente is ook klant bij jullie, of niet? Volgens mij, die komt elk weekend. Ja toch, die komt gewoon hier. In de eerste ronde wordt onze creativiteit op de proef gesteld. We gaan namelijk schilderen. Ik zou het leuk vinden als jullie mij gaan helpen met een leuke printje ontwerpen. We zijn bezig met een mannenlijn, dus die kunnen we dan eventueel in productie nemen. Kijk uit wat je zegt bij ons. Kijk uit wat je bij ons zegt. Hij maakt zo'n jurk met piemels hoor, die maar, Nou, onze klantengroep moet het ook wel leuk vinden. Is goed, we gaan aan het werk. Wij vier gasten zijn beroemd en befaamd om het blauwe, dus er moet gewoon veel wiet in mijn jurk zitten. Minimaal 3 kleuren in de kleding. Geel, roze. Groen. We schoven alles wat. Bloemetjes, zonnetje. Ja, nog iets meer roze erbij. En dan trit me helemaal de pan uit die. Oké, kom. Hey Joost. Ja? Heb jij al een idee wat je gaat maken? Ik ga echt keihard in mijn hoofd wrijven. En dan teken ik het over. Ja, vind ik best een goede tactiek. Jij dat? Ja, dat zie je straks. Oeh, veel spannend. Succes. Jezus, man. Doe even normaal. Hoezo? Je bent nu de armbanden van La Fuente aan het schilderen. Wat voor dier wordt dat? Het wordt een olifant. Een olifant? Ik dacht eerst een flamingo. Ja, dat dacht ik ook. Mijn is minder hoor. Dit is echt beter. Maar hoe is dat dan op dit moment met degene die al jullie producten maken in al die andere landen? Want die hebben ook last van de coronacrisis. Ja, zeker. En die hebben daar ook geen sociale zekerheid. Heel veel grootwinkelbedrijven hebben inderdaad orders gecanceld. En dat vond ik zo erg om te zien. Dus ja. We hebben zelfs wel wat van de spaarcentjes hebben we gewoon de orders allemaal door laten gaan. Dus we hebben ook wel aardig wat voedselpakketten en nieuwe projectjes van cadeautjes gestart. Om die mensen maar iets te laten doen, zodat ze in ieder geval gewoon rond kunnen komen. Wat natuurlijk wel mooi is dat vandaag gewoon, wij zijn in feite gewoon je goedkoopste arbeidskracht ooit, hè? Ja, wij staan dit gewoon voor van loppers te doen. Het is af. Oké, we hebben ons best gedaan. Welke wil je eerst zien? Ik ben wel heel benieuwd wat je hebt gemaakt. Hier komt ie. Wat is dat? Elk mens heeft natuurlijk zijn eigen kleurtjes. En als jij alle kleurtjes gaat mengen, van invloeden die je krijgt van andere mensen, wat hun kleuren zijn, dan krijg je de onderste laag. Maar je ziet ook dat je eigen kleuren, your own true colors, schemen altijd er weer doorheen. Proberen altijd weer zijn eigen weg te vinden. Nou, dat zie je hier. Wat een prachtig verhaal. Ja. Ja. Wat een kakverhaal.
Ik ben wel benieuwd naar jouw verhaal ook. Dit schilderij noem ik The Circle of Life. De gele is de basis. En dan, nou, dan neem je een, kom je een wietplantje tegen. Nou, en dan ga je onderweg. Derde levensjaar inderdaad. Dan kan je zee tegenkomen. Dan kan je een roze olifantje tegenkomen. Nog een wietplantje hier en daar. Een sticky. En dan in één keer, na heel veel vuur in je leven, kom je weer terug naar de basisvorm. En dan worden we weer nuchter. Godverdomme, wat goed verhaal, joh. Mic drop. Je weet nu wel dat het vereeuwigd is nu op de grond. Nou ja, Chantal, ik ben heel benieuwd welk kakverhaal je het allerbest vond. Als ik naar de printjes kijk, wat echt zeg maar typerend voor ons bedrijf is, denk ik dat dit qua misschien de wietplantjes worden wat lotusbloemen. Dus die passen we net iets aan. Maar qua kleuren en patroon ben ik wel fan van Leonelis. En Leonelis, je hebt gewonnen, ouwe! En Da Vinci, gefeliciteerd! Wint hij alweer de eerste ronde. Ik kan dus altijd nog een carrière als schilder overwegen. Joost, wat zeg jij ervan? Het is tijd om gelijk te maken. In de tweede ronde gaan we een model zoeken, stylen en fotograferen voor de socials. We worden hierbij geholpen door het vaste model van de winkel. Dames, mag ik jullie het vragen? Maar ik ben op zoek naar een model. Want wij hebben hier een prachtige zaak van Tent Tilly. Die maken allemaal zelfgemaakte jurken. Ja. Zou je het leuk vinden om er een te passen? Ja, leuk voor de dag. Kom, doe een keer wat geks. Ja, samen. Ja. Nou, top. Mevrouw, heeft u er wel eens over nagedacht om model te zijn? Wilt u model staan voor mijn styling? Oké. Okay. Ja? Nou, de eerste die ik aanspreek. Ik ben al klaar. Allebei meteen raakgeschoten. De styling kan beginnen. Wil jij deze proberen? Top. Binnen. Wij gaan eerst even een locatie scouten en dan kunnen we alvast nadenken over de kleuren die we gaan gebruiken. Oké, ik heb net een prachtige rode deur gezien, daar verderop in de straat. Dus ik denk als we jou in een gele jurk hijsen en we doen nog een paar van die zonnebloemen erbij. En we gaan even aan de productie vragen, Jobs Reisvlogs, waar ben je daar? Kun jij straks even een ijsje halen voor ons? Dan doen we dat zo en dan hebben we echt zo'n heel beeldig plaatje en gaan we sowieso winnen. Goed idee. Yeah. Hoe zou het Joost vergaan als stylist? Dit is leuk, meid. Ja, kijk, zie je. Nou, eventjes een mooie draai. Ik vind het helemaal top. Zo. Ja. Meid, alsof die voor je gemaakt is. Ja? Ja, enig. Zullen we het eens proberen? Dan deze voor in het haar. Ik zat te denken, dames, als een van jullie zo tegen de paal een beetje gezellig hangt en de ander... ook? Toch? Ja. Gaan we even kijken. En lachen. Kijk even naar elkaar. Juist. Hoppatee. Juist, blijf maar lachen. Moeder-dochter, prachtig hoor. Ja, dit is... Nou, ik vind het prachtig. Ik denk alleen nog wat accessoires misschien. Dit is geweldig. Ik heb hier armbanden. Helemaal goed. Nou, volgens mij zijn we nu redelijk af. Ik ga nog even een ijsje regelen en dan gaan we lekker voor de rode deur zitten. Ik denk dat we het wel hebben, dames. Ik wil jullie heel erg bedanken. Dit zijn de winnende foto's. Ja. We hebben het. Ja. Okay. Dankjewel. Meneer en mevrouw, ik heb een vraagje. Wij moeten hiernaast even een fotoshoot doen, maar ik zag prachtige zonnebloemen staan. Mogen wij heel even de zonnebloem lenen voor op de foto en die we dan weer terugzetten? Ja hoor. Dat is heel lief, dat mag. Nou, ik heb hier dus echt een prachtige deur gezien. Het is een beetje klein Curaçao, allerlei kleurtjes hier. Ik denk dat we gewoon even moeten gaan plaatsnemen. We gaan de boel nu even dressen. Ja, dan mag u een beetje gaan zitten op de... Ja, precies, dat is leuk. Hallo Job. Ja. Hoor. Nou, ben je weer te laat, hè? Ja, het is goed met je. Ik heb wij zitten al klaar, we hebben dat ijs nodig. Ja, het komt eraan, jongen. We zijn al even begonnen, want het duurde lang met jou. Het is er, dankjewel. Ja, voor jou. En je mag heel gelukkig kijken zoals je net deed. En dan ga ik shooten. Ik ben altijd van caught in the act, weet je wel. Dus je mag er gewoon aan likken. En naar de... Ja, naar mij kijken, goed zo. Nou, kun je iets meer omhoog zitten? Nee, jij gewoon qua hoofd, ja. Zo, ja. Nee, het ijsje mag laag. Oh nee, blijf maar zitten. Dit is helemaal goed. En lachen. Dit is heel mooi. Ja, deze. Ja. Deze vind ik zo leuk. Ja, hè? Heel spontaan, mooi. Ja, die armbanden komen erin terug. Ja, precies. Je ziet de jurk. Je ziet alles. Ja. Dit is een leuke combinatie. Ja. Dus ik krijg hier gewoon even een complimentje van mijn coach. Ja, echt goed gedaan. Ja? Ja. Oh, bedankt. De
coach kijkt samen met Chantal naar de geschoten content. Wie van ons is de beste fotograaf? Oké, ik ben heel benieuwd. Wat vonden jullie ervan? Ja, we vinden vooral dat jij heel goed naar de compositie, naar de houding van het lichaam. En het is echt een mooi plaatje. Maar de foto van Niel straalt ook één en al vrolijkheid, kleur en Tantilly uit. Dus wij vinden eigenlijk dat het een gelijkspel is. Het is een gelijkspel. Een 1-1. Het is allebei winnen. Ja, nou ja, ik sta met 2-1 voor. Voor jou wordt het geen winnen meer. Je kan hoogstens gelijk spelen, Joost. Nou, dan ben ik heel benieuwd wat de laatste ronde is. Ja. Allebei een punt gescoord deze ronde, maar ik sta nog steeds aan kop. Ik ben benieuwd of Joost nog gelijk kan maken in de laatste ronde. Opdracht 3. Wat is de bedoeling, Chantal? Met de corona hebben we live passessies gedaan. Oké. Okay. En we gingen dus, dames gingen hier in de pashokjes gingen eigenlijk hun outfit showen. Wij worden model. Jullie worden model. Wij zijn model, Joost. Leef nou niet zo verbaasd. Nou, je mag er echt een feestje van maken. Oh, leuk. Je hebt 5 minuutjes. En als je eenmaal in de paskamer zit, dus je neemt je kleding mee naar de paskamer, mag je er niet meer uit. Het voordeel aan ons twee is dat we allebei ronde vormen hebben zoals vrouwen dat ook hebben. Dus die zullen er mooi uitkomen. Ja. Nou, de tijd gaat nu in. Nu in, succes! Eerlijk, ik zie gewoon de rappers zoals A$AP Rocky ook vrouwenkleding rocken. Volgens mij doet Ronnie Flex zit in Nederland ook. Die sneakers houden we gewoon aan. En dan moet ik nog wel een beetje aangekleed worden. 1 minuut, heren. Hey mannen, hoe gaat het? Het zit aardig strak, kan ik je vertellen. Ja? Zit het fijn? Het is wel een lekker stofje. Ja, toch? Ja. Op je eigen simpel. Ja? Lekker urban? Je ziet er fantastisch uit. Dat moet je vaker doen. Jij lijkt op mijn oma, maar dan met een baard. Nou jongens, wat vinden jullie er zelf van? Ja, ik denk dat het mannenpubliek zo meteen de winkel leegkoopt. Dat denk ik echt. Die kleding van Tantilly? Heel eerlijk, dat heb ik nog nooit gekund. Nee. De kleding van Tantilly zit Tantutilly. We hebben buiten een rode loper. En jullie mogen eigenlijk het publiek laten kiezen wie de meeste... Wie de meeste stemmen krijgt, wie de winnaar wordt. Oh, het is nog druk ook. Een rode loper, een boxie met een microfoon. Oké, was het idee is dat jij gaat nu MC'en? Ja. Wat ga je doen? Yo, David, laat je horen! Prrrap! Geacht publiek uit Deventer, leuk dat jullie allemaal zijn gekomen naar de fashion show van Tantilly, genaamd Tantutilly. Oké, zou ik een daverend applaus mogen voor ons eerste model, Niels Oosthoek? Oh yeah! Moedig deze jongen een beetje aan. Dat kan harder! Niels, het nummer doet 6 minuten. Dat was het! Goed gedaan, Elis! Ik wil een daverend applaus voor niemand minder dan Fitboy Jossa. Oké, we moeten het afkappen. Dames en heren, dat was hem. Je hebt iedereen weggejaagd, maar wat was dit? Dit is geïnspireerd op A$AP Rocky met een klein beetje Deventer-stijl. Helemaal Tantilly. Ja, top. Dat was het. Wie vindt dat Niels gewonnen heeft? Laat je horen. Wie vindt dat ik heb gewonnen? Laat je horen. Ik zeg weer gelijkspel. Wat zeggen de kijkers van Tantilly Livestream? Nou, dat jij bent geworden, Niels. Kan ik dat nog één keer horen? Niels, je bent ongetwijfeld de winnaar. Oh, ongelooflijk. Wat een verlies. Wat ben ik hier trots op, zeg. Als moderne Aladdin heb ik mijn danskunsten laten zien en daarmee de winst gepakt. Maar ook Chantal is een winnaar. Niels, gefeliciteerd. Dank je bent wederom de beunaas van de week. Ja, persoonlijk zag ik het al mijlenver aankomen. Ja, ik ben de fashionista van de twee. Maar goed, ik ben daar blij mee, maar er is niet één iemand die hier blij is. Nee, want ik heb hier namelijk de Golden Pin Award in mijn handen. En die is voor Tantilly, omdat ze tijdens de pandemie heel creatief waren en online activiteiten hebben bedacht om die crisis door te komen. Ja, ze hebben bijvoorbeeld online jullie kleding aan de vrouw gebracht.
Jullie hebben elke zondag online passessies en die zijn er nog steeds. Ja. En het allermooiste vind ik zelfs jullie gedaan hebben, is dat jullie, terwijl jullie dicht waren, jullie werknemers hebben doorbetaald, maar ook de producenten en degene die de stof leveren in de andere landen. Dus jullie verdienen hem echt. Deze is voor jullie. Dankjewel. Ja, als wow. Dat gaat er niet om. Jeetje, nou heel veel blijdschap. Super, dank jullie wel. Helemaal goed, jullie blij, leuk. Ik blij, Joost minder blij, maar ik hoop dat de kijker super blij was van de video. Laat het even weten door middel van een like en een comment. Abonneer op het kanaal en volgende week. Ja, volgende week strijd ik tegen Martijn. Jij bent wel gewoon de bewezen beunhaas. Ja. Dus in de allerlaatste aflevering ga ik tegen Martijn en ga dat zeker checken. Tot dan, later. Doei. Zo, ben ik alweer de winnaar. We gaan natuurlijk nog veel meer bedrijven blij maken met een Golden Pin Award. Alleen dat kunnen we niet alleen, hè? We hebben handjes tekort. Ja. Dus daar hebben we het heel ingeschakeld. Van niemand minder dan Bram, de Golden Boy. Ja. Hey, wop, kom erbij. Rap, in je haar, in je haar. Bra, op je hoofd, op je hoofd, op je hoofd, toch? Oh, in je oor. Je bent er wel van opgeknapt. Dankjewel. Alsjeblieft. Succes, jongen, jij kan dit. Op onze Instagram kun je Golden Boy Bram volgen, die awards gaat uitreiken in heel Nederland.